sin saber. En wat gezellig dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik ga jullie weer meenemen op onze wekelijkse shoppingtrip. En we gaan vandaag naar de C&A. Overal hangen natuurlijk nieuwe herfstcollecties in de winkel. En ja, ik ben nog niet bij de C&A geweest. Dus we gaan daar vandaag eens even een kijkje nemen. Ik heb niet echt iets bijzonders nodig. Maar we gaan gewoon lekker een rondje door de winkel. En ik neem jullie gezellig mee naar de C&A hier in Groningen. Daar zijn we dan. De C&A. En de laatste collecties waren echt heel leuk. Dus ik ben super benieuwd. Ik spot hier meteen al een hele mooie jas. Ik vind dit ook echt een gaaf kleur. En dit is dus van de premium lijn Italian Wool. €149. Soms dan zijn deze mantels helemaal niet warm. Maar ja, deze is nu 75% wol. Dus ik denk dat het dan wel goed zit. En dan hebben we deze. Nou, kijk, dit is dan denk ik niet wol. Kijk, €89. Een zwarte met een ceintuur. Ja, kijk, deze is dus 100% polyester. Dus dat is wel belangrijk om op te letten als je ook wil dat die warm is, dan zou ik dus voor wol gaan. Maar als je echt een warme jas wil, dan is zo'n puffer natuurlijk altijd het lekkerst. En ik vind dus korte jassen ook weer heel erg leuk, die zijn er ook veel. Het is wel een beetje zo'n lekker ruimvallend model, maar dan wel kort. En die is er ook in het groen. Groen en paars, dat zijn wel echt de kleuren van dit najaar. Deze is €69. Nou, dit is wel echt een eyecatcher natuurlijk. Ik vind dit wel cool hoor. €49. Dat is wel echt heel tof voor een jas voor erbij, zeg maar. Ik vind hem heel gaaf. Wel in het paars dan. Kijk, ik hem ook in het zwart. Dat vind ik dan minder. Ja, of zilver. Dat is ook leuk. €49. En dan zou ik hem ook echt zo lekker ruim doen. Kijk wat veel jassen, jongens. Hier hangt dus ook nog zo'n lekkere lange puffer. €129. Met handige knoopjes voor op de fiets. Oeh, hier hangen ook leuke dingen. Kijk, zo'n cargo broek. Heb ik natuurlijk laatst gekocht bij de TK Maxx. Ik heb hem trouwens toevallig aan vandaag. En ik zat zelf ook nog een beetje te kijken van nou, wat zal ik er nou bij doen. Maar ik vind dus zo'n korte knit wel heel erg leuk erbij. Ik vind dit ook wel echt gaaf, die kleuren. Ik vind alleen die rits. Nou ja, dit vind ik heel mooi. Dat zou ik er dan afhalen. Maar deze is dus ook wel heel erg leuk. Deze is nog ietsjes wijder dan die ik heb. Wat ik wel heel mooi vind. Dat die gewoon ook lekker wijd en lang valt. Even kijken. Kijk, €35. Wel echt een tip. Hij is er ook nog in donker. Ik vind hem echt super leuk. Misschien pas ik hem nog wel even. En dit is ook een leuk jasje. €49. Kijk, dat kan je er natuurlijk ook leuk bij doen. Ze hebben hier ook altijd gave oversized sweaters. Kijk, deze van Nirvana. En ik zag ook nog deze. €25. Mooie joggingpakken. Zijn ook niet zo duur. Kijk, €17. En ook €17 voor de broek. En in allerlei verschillende kleuren. En dan heb je ook nog sommige zijn met capuchon en sommige zonder. Dit is ook een gave kleur. Of gewoon zwart. Kijk, allemaal wel echt goede broeken. Dit zijn van die wide leg broeken. Ook nog een beetje, een klein beetje elastisch zeg maar. Is echt heel zacht, dat is wel lekker. En er is dus nu 50% korting op de tweede broek. En ze zijn al niet duur. €29. Je hebt hem dus ook in het zwart. Beetje grijzig. Heel leuk. Kijk, en zo'n korte, strakke top staat inderdaad ook leuk hierbij. Dit zijn ook handige vestjes. En echt in allemaal kleuren, dus dat is ook leuk. We hebben dus paars, maar ook gewoon basic zwart, blauw, roze, groen. En ze zijn maar €19. En ik zag ook nog deze. En deze vond ik wel leuk voor als je vaak beige looks draagt, dan is er toch net even een klein beetje kleur erbij. €25,99. Wel mooi dus als je dan helemaal zo'n lichte basis doet en dan deze erover. En dit is ook een leuke trui. €25. Kijk, dit vind ik ook altijd mega handige tops om te hebben voor de herfst. Hij heeft een klein ribbeltje, streepje, altijd goed.
Kan echt heel leuk onder blazers. En ik vind dit trouwens ook wel echt een hele leuke combi die ze hier wel hangen hoor, met die tuinbroek. Het is niet echt iets voor mij, maar ik vind het wel echt heel cool. En de tuinbroek die is 39 euro. Dat valt ook echt mee. Oeh, deze is ook schattig. Ik ben nog steeds wel helemaal into roze. En deze lijkt een beetje kriebelig, maar dat is hij dus helemaal niet. Het is echt een zacht stofje. Dat is toch ook wel leuk zo, hè? Nou, als je de gewone cargo broek nou een beetje te stoer vindt, dan heb je dus ook deze. Dit is zo'n glansstofje. En ik vind het wel gaaf hoor. Dan kan je hem gewoon met een mooie hak combineren en een wat chiquere top. En dan heb je helemaal een feestelijk outfit. Je ziet ook superveel tweed het najaar. Vind ik ook wel leuk hoor. 19 euro. Er zit een heel klein glittertje in. Nou, is ook gewoon leuk met een zwart vestje of met een mooie witte blouse. Ik hou er wel van. Corduroy is ook echt helemaal terug. Moet ik nog wel een beetje aan wennen. Ik vind het wel echt heel erg 60s vibe. Maar misschien zien jullie me er binnenkort gewoon in. 39 euro. Kijk, en dit vind ik wel leuk. Al die lammy jassen. Deze is 89. Ja, ik vind zelf dit niet echt een topmodel. Lijkt wel een beetje vormloos. Maar zullen we eens kijken wat er nog meer is. Kijk, dit is dan meer wat ik leuk vind. Deze is wel dun. Echt een herfstjas. Maar wel leuk. En deze is 89. En je hebt ze ook wel veel in kort. Die vind ik ook heel tof. Hier hangen nog mooie mantels. Kijk, die zijn ook van de premium lijn. Heel klassiek. 129 euro. En die zijn dus ook 75% wol. Ja, dit is gewoon altijd goed. Gewoon een hele mooie jas. Kijk, dit vind ik dan wel weer een leuke broek. Als je deze ook zo bij zo'n lammy coat ziet, dan is dat toch wel echt een gave look. Zo met die naad voor en het is een flare. Ja, het is ook gewoon heel 60s, 70s. Maar ik vind het wel leuk. Ik denk ook dat die heel mooi zit. 39 euro. Nou, echt een flatterend model. En dat is ook het verschil met corduroy. Corduroy is meestal niet zo heel flattering, vind ik. Vooral niet in wit bijvoorbeeld. Kijk, dit vind ik dus wel echt heel erg leuk. Tot wolliger erin. Maar dit is dus echt zo'n kledingstuk wat ik nooit draag. Omdat het of te warm of te koud is. Ik heb dan al heel snel toch dat ik wel gewoon een echte herfstjas aan wil. En niet meer een spijkerjack. Maar ik vind het wel een leuke look. Eventjes bij de jongenskleding kijken. En ik spot hier wel een heel gaaf jasje. 39 euro. Zo die college stijl. Hij is ook wel lekker dik. En hij heeft een capuchon. Dat is ook leuk. En je hebt ook een blauwe. Maar dit is wel net wat anders. Het is veel dunner. 29 euro. Dat is meer vestachtig. Vind ik deze zelf leuker. En die heb je dan wel ook in het zwart. Die is ook 39. Kijk, dit is ook wel top. De joggingbroeken zijn in de aanbieding. Van 12,99 voor 6,99. Zijn gewoon mooie basic broeken. Lekker zacht van binnen. En ze zijn er in verschillende kleurtjes. Groen, blauw, grijs en zwart volgens mij. Nou, we gaan deze keer voor blauw. Voor Max. Nou, het is wel een beetje speuren hier bij de jongensafdeling. Zeker niet alles is leuk. Maar dit vond ik dan wel weer gaaf. Kijk, dit is zo'n spijkerhemd. En dit kan je dus ook heel erg leuk open dragen. Gewoon met een tof t-shirt eronder. Maar hij kan ook dicht. Het is wel een beetje wat dikker denim. En ook tof met die letter. Maakt het net eventjes wat anders. 19 euro en dus nu ook nog 30% korting. Dus niet duur. Wel echt een handig item. Wel een tip. En dit is ook een tip. Kijk, dit zijn gewoon hele mooie basic t-shirts. En die zijn dus 4,99. Allerlei kleuren. En volgens mij zijn ze dus gewoon 100% katoen. Zullen we nog even checken. Ja, ze zijn 100% katoen en je hebt ze dus ook met lange mouw en dan zijn ze 5,99. Dus dit is een tip voor een handige basic. Nou, ik dacht ik ga eventjes wat van die cargo broeken passen, want ik was toch wel benieuwd. Maar nee, ik vind het niet helemaal. Misschien vind ik hem iets te kort. Hij zit gewoon net niet helemaal goed en die top vind ik voor mij ook niet zo. Dit is het gewoon niet. Maar ik heb er meer, dus ik ga nog eventjes die andere aan doen.
Dit is wel echt een mega leuk model, vind ik. Maar hij is te klein. Ook echt gewoon te strak hierboven. En te kort. Want echt wel veel langer. Maar het is wel een leuke broek. Ik ben 1,73. Dus als je iets kleiner bent. Of ik denk ook wel als ik een grotere maat nog zou kunnen vinden. Dat hij dan ook wel weer wat langer wordt. Alleen ik hing er niet meer zoveel. Nou, jammer. Nou, dit is sowieso mijn favoriet. Deze is ook goed qua lengte. Hij is alleen wel iets te ruim, want er hing alleen nog een 38. Maar dit is wel echt een hele leuke broek, moet ik zeggen. En deze was volgens mij ook nog het goedkoopst. Ja, €25. Echt leuk. Ik heb deze trui nog even bij mijn eigen broek aangedaan. En ik vind deze wel echt serieus gaaf. Echt die kleuren. Die zijn toch echt heel leuk. En hij heeft dus ook de perfecte lengte voor bij zo'n hoge broek. Normaal dan heb je natuurlijk vaak dat je het dan een beetje in doet aan de voorkant. Maar ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Dit zie je ook nog steeds heel veel. Van die shoppers van het puffer materiaal. €19,99. Ik vind het wel cool. Oeh, hier wordt de glitterafdeling alweer binnengereden. Ik hou hier wel echt van hoor. €22,99. Niet duur. Echt een mooie paillettentop. En dit is ook een kooltruitje met een subtiel glittertje. Lekker stofje. Ik ben weer thuis. Ik heb voor mezelf niks gekocht, maar ik heb nog wel een paar leuke koopjes voor de kinderen meegenomen. Namelijk deze sokken voor Siem. Ze zijn van Disney. En het zijn 3 paar. Kijk, met leuke Mickey Mouse'jes. Nee, die is gewoon effe. En Siem die houdt heel erg van kleur. Dus die vindt ook altijd leuk om gekleurde sokken te dragen boven zijn sneakers. Dus dan zijn deze perfect. En ze waren dus nu super afgeprijsd. €3,99 en dan nog een tweede setje gratis. Dus dan heb je 2 paar voor €3,99. Of nou ja, 6 paar dus eigenlijk. Dus dat was een leuke aanbieding. En dan heb ik voor Max... Max heb ik een joggingbroek meegenomen. Die komt uit die basic lijn. Ook heel mooi, lekker zacht van binnen. En die was dus ook in de aanbieding. Normaal €12,99 en nu €6,99. Dus ook een mooi koopje en goede kwaliteit. Echt een lekkere basic broek. Nou, ik ben benieuwd wat jullie leuke items vonden. Laat me vooral weten in de comments. En dan ben ik volgende week weer met een nieuwe shoplog vanuit een andere winkel. Tot dan! Doeg!